Welkom. Ik ben Rosanne Bos en we staan hier in Rosanne Bos Studio in Kopenhagen. Vandaag gaan we het hebben over hoe architectuur de fysieke omgeving, design, een impact heeft op ons vermogen om te leren, onze motivatie om te leren en het onderwijs. Een klassieke klasruimte vertelt ons heel duidelijk dat we passief moeten zijn, dat we hier zijn om lering te krijgen. Doe zoals ik zeg dat je. En dan word je dus inderdaad geprezen en dat is eigenlijk een negatieve stimulatie. Want wij willen graag mensen die onafhankelijk denken, die zelf weten hoe ze moeten leren, die initiatief nemen, die creatief zijn en die dus die beroepen van de toekomst, die we niet weten wat ze zijn, zich kunnen toe-eigenen. Dus ze moeten eigenlijk alle tegenovergestelde eigenschappen leren als wat klaslokaal indirect vertelt met zijn design. Plus het verplicht de school om zich op die manier te organiseren. Namelijk in groepjes van bijvoorbeeld 30 die tegelijkertijd min of meer dezelfde activiteit in dezelfde ruimte doen. Met andere woorden, de manier waarop wij vandaag scholen creëren. In principe vertelt die manier ons dat we allemaal op dezelfde manier leren. En dat is niet zo. En daarom hebben we een omgeving nodig die die verschillenheid, die differentiatie respecteert. We hebben een systeem ontwikkeld wat bestaat uit 6 verschillende designprincipes, die eigenlijk ook 6 verschillende leersituaties vertegenwoordigen. Dat systeem geeft de mogelijkheid om, als het ware, je eigen reis gedurende een dag samen te stellen, waardoor je dus verschillende leersituaties aan elkaar koppelt in een verloop. Principe heet de mountaintop. Dat is het principe wat eigenlijk bestaat uit 1 persoon die aan een groep iets vertelt. De berg is eigenlijk een ruimte om korte voordrachten te houden, een korte brief. Hier kan je even een groepje verzamelen en ze zo geconcentreerd bij elkaar neerzetten. Dit kan overigens ook zijn voor leerlingen die presentaties geven. Ik denk dat een van de vaardigheden die we moeten leren is te leren communiceren waar je mee bezig bent. Het tweede principe heet cave. In een cave communiceer je met niemand en heb je eigenlijk een soort van moment van focus omkring je eigen sfeer. Het derde principe heet campfire. Een campfire situatie is eigenlijk de situatie van teamwork, van overleg, van samenwerken, maar waarbij je niet gestoord wordt door de anderen rondom jou. De vierde situatie is de watering hole. Dit is de plek waar iedereen even langskomt, waarbij je een hoop informele informaties met elkaar uitwisselt en net even iets opvangt wat iemand anders zegt. De vijfde situatie is hands-on. Dat is leren, niet alleen met je hoofd, maar met je hele lichaam, met je handen. Iets bouwen om te begrijpen hoe het eigenlijk in elkaar zit. En het zesde principe is beweging, movement. En dat betekent dat ik de vrijheid heb om me te bewegen en om mijn eigen leerpad te zoeken. Ik ben ervan overtuigd dat een andere zetel, een andere kleur op de muur, een ander meubel in zichzelf geen waarde heeft. Het is niet de stoel die het leren verandert. Het is het gedrag van de mensen in die ruimtes die verandert doordat de fysieke ruimte anders is. De leraar is heel belangrijk natuurlijk. Op het moment dat het milieu meer flexibel wordt, dan wordt de leraar juist een soort van mentor die met jou praat van ja, maar wat functioneert nou beter voor jou? I'm Charlotte.
and I work on boarding school in Copenhagen. So a day in a teacher's life in this area, I come down here in the morning. All the students are spread all over the area. So easy and quietly, I'll walk around picking my class and telling them to go to, for example, the theater. And then I begin the lessons there. It matters if you are on the mountaintop, or if you're in the X room, or if you're in the theater or the playground. It has an impact on how you're going to teach. It forces me to rethink how I want my students to learn. I have this goal of not speaking too much. So maybe I have a short introduction or some information for 10 or 15 minutes. And then the students leave the room and find a spot to work with the task I gave them. And when they're working, I'm having all the learning conversations with small groups. I like that I have more contact with my colleagues. I think it's less lonely being a teacher if you open up your doors, but it takes some courage to open up and to make yourself vulnerable and say, well, I don't know how to do this, so can you help me? It's also challenging because what if the others think that I'm a bad teacher? But in this way, in our project, we're learning together. And I learn a lot from my colleagues, and we want to help each other. Well, I miss my classroom sometimes, I really do. But I think that if we all had classrooms, if we still had those, we would do too much of what we used to do, because it's safe and comforting being in your own classroom with your students, doing almost the same every day. But the students aren't the same as 5 or 10 years ago, and their skills and what's important for them to know is different from 5 or 10 years ago. So we have to do things differently. We want our students to learn that errors are not the end of the world, but it's a way of learning, and that you have to just have to keep on trying and believing in yourself. And if we don't dare do that, how can we teach our students to be that brave? So we have to do it ourselves too. Kinderen in een klas zetten en vertellen dat ze daar moeten blijven zitten en dat ze moeten luisteren, motiveert niet, stimuleert niet en we leren niet zelfstandig leren. Daarom het grootste, belangrijkste advies: creëer motiverende en stimulerende, gedifferentieerde leeromgevingen.